Met Rudy. Hoi, we staan hier aan de achterkant, dus eigenlijk aan de waar je het poortgebouw ziet, maar dan helemaal aan het eind. En daar staan we nou, zo'n beetje middenin. Dus dan moet de familie Olivier aan deze kant heel dichtbij hebben gewoond. En we lopen zo wel eens eventjes om, dan hebben we het beter zicht. Maar dit is eigenlijk midden in het Asterdorp. Hier hebben allemaal huizen gestaan. Dus aan deze kant was nummer 95. Dus straatje 3 en straatje 4, zoals dat werd genoemd. En die kant, het eigenbouw, straatje 1, straatje 2 van het Asterdorp. Dus een zeer gedenkwaardige plek. Dit is ook niet bebouwd. Bij AI staat een mooie tafel. Daar kan je eventjes tot bezinning komen, even kijken. Ja, er is hier toch wel heel veel gebeurd. Dit is dus het beroemde Asterdorp. Dus met het poortgebouw recht voor je. Dus we staan er nou precies op het Asterdorp, binnenin als het ware. Dus hier moet ook Jacoba Gesina Olivier als kind hebben gelopen. En ik ben daar een zoon van, Rudy Boksman. Nou, een hele gedenkwaardige plek dit. Er is heel veel gebeurd, ook met Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook met de familie Olivier dus.